Ik heb hier een mooi boekje die heet De Prinses en de Baby. Dat gaat over Mozes. Het Oude Testament vertelt ons hoe God de Israëlieten uitkoos om zijn eigen volk te zijn. Hij beloofde dat hij altijd bij hen zou blijven en voor hen zou zorgen. Maar dan moest het volk Israël, als een voorbeeld voor alle andere volken, leren God gehoorzaam te zijn en naar zijn woord te luisteren. De Israëlieten waren uit Kanaan naar Egypte gekomen, omdat er in hun eigen land niets meer te eten was. Jozef had hen van de hongersdood gered en hij had hen in Egypte laten wonen. Dit verhaal gebeurde nadat Jozef was gestorven. De Israëlieten waren slaven geworden van de Egyptenaren. Je kunt dit verhaal in je Bijbel vinden in Exodus, de hoofdstukken 1 en 2. In Egypte woonden heel veel Israëlieten. Ze waren er vreemdelingen. Het was niet hun eigen land. De Egyptenaren zeiden ongerust tegen elkaar: er zijn hier zoveel Israëlieten, ze zullen nog eens de baas worden over Egypte. Er was een nieuwe koning op de troon gekomen. Hij zei: er zijn veel te veel Israëlieten, we moeten er iets aan doen. Vandaag of morgen zullen ze ons nog uit ons eigen land verjagen. Ze zijn goede slaven. Ze kunnen hard werken. Maar misschien moeten we iets bedenken waardoor ze zwak en vermoeid worden, zodat ze niet tegen onze soldaten zullen kunnen vechten. Dus liet de koning van Egypte de Israëlieten heel hard werken. Ze moesten 's morgens heel vroeg beginnen en pas laat in de avond mochten ze met werken ophouden. Ze moesten grote stenen sjouwen om huizen van te bouwen. En ook op het land moesten ze het zwaarste werk doen. De Israëlieten werden warm en moe van dat vele werk. Maar toch bleven ze sterker dan de Egyptenaren. De Egyptenaren werden bang voor de Israëlieten. Ik heb een goed idee, zei de koning op een dag. Als er een jongetje bij de Israëlieten wordt geboren, zullen we dat laten doden. Na een tijdje zullen er dan geen jonge mannen in hun volk meer zijn om tegen ons te vechten. De Israëlieten werden ontzettend bang en verdrietig toen ze van de plannen van de koning hoorden. Ze hielden van hun kleine jongetjes. Ze wilden dat ze groot en sterk en gelukkig zouden worden. Er was een vrouw in het volk van de Israëlieten die een baby had gekregen. Een jongetje. Ze zei tegen haar dochtertje Mirjam: ik wil niet dat hij wordt gedood. Ik houd zoveel van hem. Ze maakte een rieten mandje dat op het water kon drijven. Daar legde ze haar baby in. Ze zette het mandje tussen het riet en de rivier. Mirjam verstopte zich wat verderop om te zien wat er zou gebeuren. Die dag maakte de dochter van de koning met haar dienaressen een wandeling langs de rivier. Mirjam schrok erg toen ze haar zag aankomen. Wat moest ze doen? Er was geen tijd meer om haar moeder te halen. Wat ligt daar in het water? Vroeg de prinses en ze wees naar de kleine drijvende mand. Haar dienaressen trokken het mandje naar de kant en deden het deksel open. Daar lag het kleine kindje. Hij lachte toen hij de prinses zag
en strekte zijn handjes naar haar uit. Wat een lieve baby, zei de prinses. Hij is een Israëliet. Wat ziet hij er lief uit? Als ik iemand wist die voor hem zou kunnen zorgen, zou ik hem graag houden. Toen kroop Mirjam uit haar schuilplaats tevoorschijn. Ze rende naar de prinses toe. Ik weet wel iemand die zo lang voor hem wil zorgen, zei ze. Ik zal haar meteen even halen. Mirjam holde naar huis en haalde haar moeder. De prinses wist niet dat de vrouw met wie Mirjam terugkwam de moeder van het jongetje was. Wilt u alsjeblieft voor hem zorgen? Vroeg de prinses aan de vrouw. Als hij oud genoeg is, mag hij bij mij in het paleis komen wonen. En ik zal hem Mozes noemen. Wat waren Mirjam en haar moeder blij dat ze hun kleine jongetje weer mee naar huis konden nemen. Niemand zou hem kwaad kunnen doen, want iedereen wist dat Mozes bij de prinses hoorde. De kleine Mozes werd groter en groter. Hij leerde lopen en praten. Hij lachte en speelde met Mirjam buiten. Toen Mozes groot genoeg was, ging hij in het paleis van de prinses wonen. Hij werd een rijke, jonge man. Hij wist dat hij geen Egyptenaar was en vaak keek hij naar de Israëlieten die om het paleis aan het werk waren. Hij zag hoe moe en treurig ze waren. Kon ik hun maar helpen, dacht hij. Maar God was de Israëlieten niet vergeten. Hij wist dat zij een sterke leider nodig hadden om hen weg te voeren uit het land Egypte. Want God wilde dat zijn volk weer in Kanaan zou gaan wonen. Ik zal Mozes de leider maken van het volk van Israël, sprak God. En ik zal met Mozes meegaan, net zoals ik met Jozef ben meegegaan. Maar dat is weer een ander verhaal. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want hij alleen, en niemand anders, niemand anders. Hij alleen, is de ware God. Want hij alleen, en niemand anders, niemand anders. Hij alleen, is de ware God. God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want hij alleen en niemand anders, niemand anders. Hij alleen is de ware God. Want hij alleen en niemand anders, niemand anders. Hij alleen is de ware God. Hij heeft de hemel en aarde geschapen en zijn volk uit de slavernij bevrijd. Hij heeft geantwoord met veel.
God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want hij alleen en niemand anders, hij alleen is de ware God. Want hij alleen en niemand anders, hij alleen is de ware God. Want hij alleen en niemand anders. De ware God, want hij alleen en niemand anders, niemand anders. Hij alleen is de ware God.